Dan kwam Pepper natuurlijk en dan moet de sitar. Dan moet de sitar komen, ja. En ik had ten tijde van Tambourine had ik ook al sitar gespeeld. We waren toen ook al met de 60s bezig en ik vond het erg leuk. En ik heb toen ook een sitar gekocht en ook lessen opgenomen, een aantal. Dus ik kon een beetje sitar spelen in die tijd. Dus toen zei ik van nou voor de Analogues met Pepper, nou dat wil ik wel proberen. Dus laat ik het proberen op te halen. En het is vreselijk moeilijk. Jezus, wat een raar instrument is dat toch. Maar wel super mooi.